Aan de buitenkant is er niet veel van te zien. Of het moet deze bak vol gesmolten accu's zijn. Maar de brand van dinsdagavond bij batterijenwinkel Battery Street in Woensel-Noord richtte binnen wel degelijk grote schade aan. De gealarmeerde eigenaar had al snel door dat er weinig meer te redden was. Niet veel, nee. Er is veel hutten geweest, veel rookontwikkeling en het meeste is allemaal gesmolten. Meerdere brandweerwagens rukten dinsdag uit naar het bedrijventerrein aan de Ambachtsweg. Ze trokken de aandacht van veel buurtbewoners. Ja, heel veel brandweerauto's en dan ga je kijken. En ja, dan zie je heel veel rook boven van het dak afkomen. En ja, nog meer brandweer. Is het mis daar? Daar is goed mis, dat klopt. De batterijwinkel betrekt maar een klein deel van de loods, waarin Jansen een tweede zaak heeft voor de verhuur en reparatie van heftrucks. Door goed optreden van de brandweer sloeg de brand daar niet naar over. Naar de oorzaak van de brand is het nog gissen. Ik kan het niet verklaren, nog niet. Het is een kortsluiting. Daar denk ik wel dat het oorzaak is. De brandstichting, dat sluit u uit? Nee, er is geen brandstichting, waar geen ramen kapot. Brandweer moet het nog uitzoeken. Vanwege mogelijk schadelijke rook werden mensen in de buurt opgeroepen om hun ramen en deuren gesloten te houden. Dat heb ik niet gekregen, maar de wind stond de andere kant in. En ik woon natuurlijk aan die kant en alles ging qua rook naar de andere kant, de actiebarrière in. Het belangrijkste is dat er natuurlijk geen slachtoffers gevallen zijn. En de rest is gewoon zorgen dat we zo vlug mogelijk weer op kunnen bouwen. De schade aan het pand wordt geschat op enkele tonnen. Tot deze hersteld is, wordt de accuzaak waarschijnlijk tijdelijk ondergebracht in de ruimte met heftrucks.